Goedemorgen allemaal, wat gezellig dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag en ik heb de camera erbij gepakt omdat het me heel erg leuk leek om jullie vandaag mee op pad te nemen. Ik ga namelijk naar Amsterdam en daar heb ik heel erg veel zin in. Ik ga langs verschillende PR-bureaus en ik heb ook nog een heel erg leuk beauty-event. En het lijkt me super leuk om alles aan jullie te laten zien. Het is echt lang geleden dat ik al veel van die events of langs PR-bureaus ben geweest. Dat ik daarvoor naar Amsterdam ben geweest. Vroeger deed ik dat echt heel vaak, maar ja, nu neem ik er ook minder vaak de tijd voor en heb ik het best wel druk. Maar dat neemt niet weg dat ik het altijd heel gezellig vind. En ik ga samen met Miranda, dus daar heb ik heel erg veel zin in. Heb je ook zin in deze vlog, doe alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, dan blijf je op de hoogte van al mijn video's en vlogs. En laten we gaan op naar Amsterdam. Dit is de look van vandaag. Spijkerjasje, Josh V, top en rokje, Kim Strijd, belt, Josh V, tas, Louis Vuitton, schoenen, Mason Garments. Lekker roze met wit. Helemaal klaar om te vertrekken. Ik heb mijn zonnebril ook lekker opgezet, want het wordt volgens mij super lekker weer vandaag. In Amsterdam is het dan wel iets minder warm, maar dat vind ik ook niet erg als we dan overal naartoe gaan. En Miranda is daar met de auto, dat is heel erg chill. Ik rijd nu wel met mijn auto, maar ik rijd gewoon naar het station. Ik vind het nooit zo heel fijn om helemaal naar Amsterdam te rijden. Naar Amsterdam te rijden vind ik nog niet zo heel erg, maar in de stad vind ik gewoon niet top. Dus we gaan lekker met de trein vandaag. Ik ben in Amsterdam met Miranda. Gezellig. En we zijn nu bij Maison Pierre. En we gaan meteen leuke dingetjes passen. Miranda heeft al een hele leuke jurk. Lekker beachy. Zo kunnen jullie trouwens een beetje zien wat ik aan heb vandaag. Want dat had ik nog niet kunnen laten zien. En die jurk heeft ze ook nog. Deze dan. En ik heb hier allemaal hele schattige... Eigenlijk willen we deze bij. We willen deze allebei, maar dat is altijd een probleem met ons. Ja, we vinden allebei wij bestellen wel online. Ja, super lief van jou. Maar als je mij niet past, kan jij nog passen. Dit setje voor het festival. Gele jurkje, roze jurkje. Ik ga het jullie even laten zien. Nou, ik heb nu echt het leukste festival setje ever aan. Maar er zit gewoon een nadeel aan dat ik ben afgevallen. Want hij is gewoon echt te groot. Wat voor maat is het? 38. Oh ja, je hebt hem nog 36 groot. Ja, topje. Echt super leuk. Ja. Ik denk dat ik hem online ga bestellen. En hopelijk heb ik hem dan nog voor het weekend. Want I like it. Ik wil het echt ook. Mooi. Jij mag hem nou passen. Wil jij, deze dan ook? Ja, dit staat je ook heel mooi. Echt een mooie dress. Ja, die schoenen zijn niet echt. Lovely. Maakt niet uit. En die tas. We hebben ons heel even omgekleed. Ik heb nu dit jurkje aan. Ook heel snoezig. En Miran heeft het festival setje aan. Like it. Niet naar de BH kijken. Nee, dat moet je even doorrinken. Ik heb het er helemaal warm van passen. We hebben echt hele leuke dingetjes gepast. Hier ligt alles. Slash hangt alles. Ik had net deze jumpsuit ook nog gepast. Die is ook heel erg mooi. En dit witte jurkje, kijk. Ook heel tof. En oh, deze heb ik jullie ook niet laten zien. Deze. Super cool allemaal. Dus ja, ik laat het jullie wel een keer thuis zien als ik het aan heb. We zijn een soort van aan het racen. We waren net natuurlijk bij Maison en we zijn nu heel even aan het lunchen. Is het lekker? Heel lekker. Ik wacht op jou. Op Miranda's aanraden. Nee, gaan we lekker beginnen. We hebben een broodje carpaccio besteld. Heel even tussendoor en dan gaan we zo meteen het volgende PR-bureau. Lekker truffelsausje. We zijn inmiddels bij UPR en mijn haar wordt er heel even gefixt. Super fijn, want ik merk heel erg. Dan gaan mijn extensions weer. Ik merk heel erg dat als ik dan een dag op pad ben, dat mijn haar echt gaat klitten, door de bar gaat. En we zijn weer on tour. Op naar het volgende adresje en dat is dan ook echt het laatste adresje. We zijn echt goed bezig geweest vandaag. Doei doei, daar gaat ze weer. Poort open, alsjeblieft. We hebben weer allemaal open nu. Leuke dingen gekregen. Wat een gekke kleur Fiat. Oh ja, ik zie het. Best wel leuk vind ik. Beetje een mintkleur. Maar ik heb echt te weinig tijd om te filmen. Want we zijn gewoon continu bezig. Maar het is wel heel gezellig. We zijn nu weer bij een nieuw PR-bureau. We zijn bij Image PR. En ik ben weer van alles aan het passen. Hoe leuk is dit jurkje van Anna Alcazar. Echt een mega mooi printje. Frisse zomerkleurtjes. En ik heb hier nog wat andere dingen liggen die even gaan passen. Lekker roze. Dit is het volgende jurkje. Kijk, het is best wel apart. Je moet er echt van houden. Maar ik vind dit wel echt heel erg leuk. En dan vooral de combinatie rood en roze. Echt heel vet. En dan die veertjes. Yes. En dan is dit alweer het laatste jurkje dat ik heb gepast. Heel erg leuk patroontje. En onder heeft hier een beetje van die ruffeltjes. En ook bij de mouwtjes.
Laat zeker heel even weten welke van de jurkjes jij het leukste vond. Ik ben benieuwd. Hoi lieverd, home sweet home, daar ben ik weer. Echt een moe gezicht heb ik, mijn ogen. Echt erg, mijn make-up zit dan op het einde van de dag ook gewoon nergens meer naar. Ik heb mijn lipstick net al even bijgewerkt en mijn haren. Nou ja, goed. Kijk daar maar heel even doorheen. Ik ben ook heel erg moe. Ik heb wel een super leuke dag gehad. Ik ben eigenlijk verschillende PR-bureaus af geweest. Nog heel even langs de beautydag geweest van UPR. En PR-bureaus, voor degenen die het niet weten, doen eigenlijk de PR voor verschillende merken. En dan is het gewoon leuk om daar heel even te gaan kijken naar de nieuwe collecties. En ja, misschien kunnen we een keertje samenwerken. Dus dat is heel erg leuk. Ik heb ook een heleboel mooie spulletjes meegekregen. Ik ga jullie zo meteen heel even wat items laten zien. En ik heb net in de trein al een frietje gegeten. Want ik had zo'n te goedkoop treinkaartje, zeg maar, van dagretour. Omdat ik naar Amsterdam moest. En toen kreeg ik lekker een frietje erbij. Een frietje met mayo en een grote milkshake. Dus ik heb al gegeten. Dat is heel erg chill. Hier in de kamer staan twee mega grote tassen. En geloof me, dit was echt zwaar om te sjouwen. Maar het is gelukt. En hier ook nog. Ik ga heel even jullie snel laten zien wat erin zit. Laten we beginnen als allereerste met de grote tas waar een heleboel fashion spullen in zitten. Ik ga hem gewoon even met jullie openmaken. En dan zat ook echt een super grote doos in. Oh, die komt dadelijk. Die was heel zwaar. Daar zit een drankfles in. Maar leek me wel echt een heel erg lekker drankje. Allereerst deze jas. Die heb ik volgens mij niet laten zien toen ik in Amsterdam was. Dat ik hem aan had. Maar dit is een regenjas. Ik zit niet helemaal goed. Yes, we kunnen weer. Dit is een regenjas van Colmar. En ik vind het heel erg gaaf dat deze echt zo'n gele kleur heeft. Ook leuk voor festivals of als het gewoon gaat regenen met een roze streep er doorheen. En hieronder is hij dan, het lijkt zo wel een soort donkergroen maar op beeld. Maar in het echt lijkt het meer nude. Dus met een capuchon. Dus gewoon echt een typische regenjas van wel goede kwaliteit. Dan had ik dit jurkje. Ja, die heb ik wel aan jullie laten zien dat ik hem aan had. Van Anna Alcazar vond ik heel erg leuk dat hij hier van die veertjes heeft. En gewoon de combinatie rood-roze vind ik helemaal te gek. Het is zo schattig. Het is wel apart, zei ik al. Je moet er wel van houden, maar ik hou er wel van. En deze lijkt me ook gewoon heel fijn om naar school te dragen. Heel erg leuk printje dit. En die mouwtjes. Er zit ook nog een heel klein glittertje in. Allemaal roze. Ik hou van roze. En deze is dan ook nog voor Anna Alcazar. Die heb ik ook laten zien aan jullie toen ik hem aan had. Ik vind die combinatie met dat geel. En dit lijkt wel een soort goud erin. En roze en wit echt heel erg leuk. Kijk nou hoe vrolijk en zomers dat staat. Sorry, ik zit altijd aan mijn haar. Ik weet dat ik dat niet moet doen. Heel mooi model ook. En deze had ik volgens mij nog niet laten zien. Ik zal sowieso een keer filmen als ik die aan heb. Want ik heb nu natuurlijk geen zin meer om te passen. Maar dit vond ik misschien wel de mooiste. Dit is een maxi dress van Anna Alcazar. De onderkant ziet er zo uit. Echt heel pretty. Deze ga ik zeker binnenkort een keertje aandoen. Als het weer lekker zonnig is. Kijk, ik hoop dat ik het zo een beetje, kijk, zie je dat gaat niet helemaal goed. Een beetje goed aan jullie kan laten zien. Daar zit dus een fles in. Er zitten twee glazen in. Ik pak mijn camera wel heel even en ik film het wel heel even, want dat gaat iets makkelijker. Dus dit is de fles. Dit is al een kant-en-klaar drankje. Het is volgens mij een soort cocktail. En er zitten twee glazen bij. Echt heel erg lief. Nu kan ik er natuurlijk nog niet zoveel over zeggen, want ik heb geen idee hoe die smaakt. Maar ja, naar peach dus sowieso. Dat zegt de naam al. En ik hou echt heel erg van fruitige cocktails. Dus ik ga hem sowieso een keer drinken. En jullie laten weten wat ik ervan vind. Van Boho of Boohoo. Volgens mij is het Boohoo. Ik spreek het altijd weer te Brabants uit. Boho. Maar die gaan we even unboxen. Ik heb dat jullie daar wel al een beetje laten zien natuurlijk. Daarin zit deze playsuit. Jumpsuit eigenlijk. Ik vind dat wel heel leuk dat zijde wat je nu de hele tijd ziet. En hij heeft echt hele lange, pijpen. Je moet er wel echt een hak onder dragen. En deze glitterjurk vond ik ook echt prachtig. Als je een feestje hebt of een speciale gelegenheid. En aan de achterkant is hij helemaal open. En verder is hij helemaal bedekt en voorzien van mooie pailletjes en glitters. Het is eigenlijk toch altijd het leukste om het aan te zien. Dus dat doe ik zeker nog een keer in een vlog.
En dit vond ik ook een leuk jurkje. Ik weet zeker dat de meeste meiden van jullie die ook leuk vinden. Het is echt een sportief modelletje. Hij heeft een kraagje. Je hebt hem hier. Je kunt hem hier de knoopjes zover openmaken als je wil. In de taille kun je een riempje doen. Of er zit ook zo'n band, zeg maar. En onder loopt hij dan zo. Die vond ik echt heel schattig. En heel draagbaar ook gewoon. Dus dat was box nummer 1. Door naar de volgende. Ik begin allereerst met deze mooie verpakking. Wij waren net bij de beautydag van UPR. En daar stond PP Jeans. Jullie kennen het merk natuurlijk. Of ja, waarschijnlijk wel van de jeans. Maar zij hebben dus een parfum gelanceerd. Ik ben even bezig met het voorzichtig openmaken. Kijk hoe mooi dit is. Echt ontzettend gaaf gedaan en origineel. Als jullie goed kijken, zien jullie hier de geur voor vrouwen als een soort van cocktail. En hier de geur van mannen als een soort van cocktail shaker. Ik vind alleen de verpakking al heel erg origineel en ja, super leuk gedaan. Ik ga deze dadelijk aan Dennis geven, want dit is dus de mannengeur. En ik vond die echt heel erg lekker ruiken. Ik zou hem zelf ook nog wel opdoen. Oh, echt zo lekker. Ik zou willen dat ik jullie hem even kon laten ruiken, maar dat kan helaas niet. En die maak je dus ook zo open. En die ruikt ook heel lekker. Het is wel een iets apartere geur. Maar ik hou er wel van. Ik ga gewoon even snel door alle producten heen. Ik heb een zonnebrand meegekregen van Weleda. Om je goed tegen de zon te beschermen, want dat is natuurlijk super belangrijk. Dan heb ik van Weleda nog een nieuw product, de Summer Garden Shower. Hele leuke verpakking ook, dus ik ga hem zeker even uittesten. Hier ben ik heel erg blij mee. Van MAC Prep and Prime Fixing Spray. En volgens mij is dit kokos. Ja, kokos! Ik heb die dus al bij zoveel meiden voorbij zien komen. En heel veel meiden noemen dat hun favoriete beauty product. Maar ik had hem gewoon nog nooit getest. Dus nu kan ik hem testen. Een matte lipstick van MAC. Een donkere kleur. Kleur Diva is het. Ik krijg zelf wel meestal meer nude tintjes. Maar ik ga gewoon even kijken. Ook nog iets van Weleda. Een zuiverende roomspray. Kun je gewoon lekker in de kamer spuiten en lekker even ruiken. Van Keune Texture Spray Way. Dus dit is echt om je haar wat meer textuur te geven. Daar ben ik heel erg blij mee. Want vooral bij mij is het hierboven altijd zo plat. En ik krijg het best wel vaak niet goed in model. Dan van Bondi Sands een self-tanning foam. En dat duurt dan 1 uur voordat het is ingetrokken. Miranda, waar ik net mee was, die was hier dus heel erg enthousiast over. Die was ook heel mooi bruin. Ik zei wel, ben je lekker bruin? En dat kan dus door deze spray. Dus ik kan niet wachten om hem te testen. En dan laat ik jullie zeker mijn ervaringen weten. Ik ben altijd een beetje bang dat die dan gaan vlekken en stinken. Maar ja, Miranda zei dat dat niet het geval was. Van Babor een face mask. En dan heb ik van Babor ook nog een set met allemaal verschillende ampullen. Dit heb ik al vaker gebruikt. Het is heel erg chill om je gezicht gewoon weer heel even een boost te geven. Er zitten zoveel spullen in. Echt niet te doen. Oh my god. Van Clinique ID is dit een nieuwe formule. Dit is een soort crème. En je kunt dus je eigen soort crème samenstellen. Omdat je het op elkaar kunt klikken. En ik heb gekozen voor degene voor tegen vermoeidheid. Maar je kunt ook kiezen als je last hebt van lijntjes of rimpels. Of ongelijkmatige huidtextuur. Dus dat kun je zelf kiezen waar je aandacht aan wil besteden. Ik weet niet meer waar ik het moet laten. Oh my god. Leg maar even hier neer. Maria Nila een Invisit Dry Shampoo. En deze producten ruiken dus altijd heel erg lekker. Want ik heb hier al iets van. Zo'n spray die je haar beschermt als je je haar gaat stylen. En toen zei Dennis een keer tegen mij, wat ruikt je haar lekker? En dan zegt hij anders nooit. En dat komt dus door deze producten. En dit is nog een styling cream. Die ruikt volgens mij ook heel lekker. Oh. Oh, echt heerlijk. Kon ik het jullie maar even laten ruiken. Dus dit is wel echt een aanrader met betrekking tot haarproducten. Hier ben ik echt super benieuwd naar. Filorga, als ik het zo goed zeg. Ik ken het merk dus nog helemaal niet. En dit is een oogcreme. Dit schijnt dus heel goed te zijn tegen vermoeidheid. En ook echt heel goed te werken. Dus daar ben ik super benieuwd naar. Van de Makeup Academy ook nog 2 paletten. Een nude palet en een licht roze palet. En dan met name lijkt mij dit licht roze palet geweldig. Want hierin zitten echt wel kleuren. Sorry, het spiegelt een beetje kleuren die ik mooi vind. We zijn er bijna doorheen. Ik probeer het snelst te doen.
om jullie alles te laten zien. Dan heb ik gewoon nog wat lipproducten bewaard voor het eind. Van Babor Lip Color Fluid in een roze kleur. Van Becca. Ja, hier ben ik echt benieuwd naar. Want ik vind Becca echt een heel erg mooi merk. Ik heb er zelf nog niks van. Kleur C. Ik hoop dat dit een beetje een draagbare kleur is die ik elke dag kan dragen. Kijk alleen de verpakking al. Zo mooi goud. I like it. Ja, kijk. Dit is denk ik wel echt een heel mooi draagbaar kleurtje. Ik zal ik binnenkort een keertje gaan testen en dan jullie heel even laten zien hoe die staat. Maar ik heb hier hoge verwachtingen over. Dan heb ik nog van Smashbox twee verschillende kleuren. Oh ja, en dit was die glitter oogschaduw. Het lijkt dan een lipgloss. Ik zal er heel even in laten zien. Ik heb deze twee kleuren. Het is eigenlijk een soort licht roze en goud weer. En die mochten we heel even testen. En ja, als ik dadelijk hem uit de verpakking haal, zul je zien. Dit lijkt nog net lipgloss. Maar je kunt het dus gebruiken. Ik ga even swatchen. Dan doe je het zo op je oog. En dan is het gewoon... Ik ben er niet handig in, dat zien jullie wel. Dan is het gewoon glitteroogschaduw. Echt heel erg mooi. Mooi product. En ook heel erg vernieuwend. En een mooie verpakking. Helemaal enthousiast. Was het dit? Ik zie hier nog één dingetje tussen. Oh ja, van Smashbox ook nog een kleurtje vol op mijn lippen. Nou, ik heb wel al veel te veel gekletst. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze snelle unboxing even te zien. En ben je nou benieuwd naar bepaalde producten? Laat het dan zeker even weten in de comments. Ik ben moe. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ik krijg hier ook altijd een ader. Je ziet hem nu minimaal, maar ik ben moe van deze dag. Deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een gezellige vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doei doei!